Sono qui per ricordarvi che votare è molto semplice. Komt Berlusconi toch weer prominent terug in de Italiaanse politiek? En hoe dan? Ik ben Evelien Redmeijer, correspondent in Italië. En ik ga je uitleggen hoe dat kan. Tja, Silvio Berlusconi, wie was dat ook alweer? Het is de man die 3 keer premier is geweest van Italië en daarvoor al een gigantisch zakenimperium heeft opgebouwd. En nog altijd vrijwel de gehele commerciële televisie in handen heeft. Bovendien was hij in de topdagen van de club jarenlang voorzitter van voetbalclub AC Milan. Maar dit is waar we hem beter van kennen. Van de schandalen, de bonga-bonga-feesten waar jonge sexy vrouwen werden betaald om op te treden. En ook nog wel wat meer. Een van die meisjes was de minderjarige Ruby. Premier Berlusconi werd toen vervolgd voor het betalen voor seks met een minderjarige. Het is maar één van de vele processen die hij aan zijn broek heeft gekregen. We hebben nog corruptie, afpersing, belastingontduiking en omkoping van getuigen in rechtszaken. Bij Berlusconi is het allemaal voorbijgekomen. E sono in assoluto il maggiore perseguitato dalla magistratura di tutte le epoche, di tutta la storia degli uomini in tutto il mondo. Voor belastingontduiking werd hij ook echt veroordeeld door de hoogste rechter in Italië. Hij moest de politiek verlaten. Het was het einde van het Berlusconi-tijdperk, dacht men 3 jaar geleden. Nou, dan ken je Berlusconi niet. Op zijn 81ste lijkt hij weer helemaal topfit voor de verkiezingen die eraan komen op 4 maart. Che mi ha predetto la possibilità di vivere sino a 120 anni. En hij staat er niet slecht voor. De partij van Berlusconi, Forza Italia, zit in de rechtse coalitie met onder meer de Lega, een zusterpartij van de PVV. Die rechtse coalitie kan rekenen op zo ongeveer 1/3 van de stemmen volgens de peilingen. Aan de andere kant heb je de linkse coalitie met Matteo Renzi. Dat was de premier die vorig jaar is afgetreden. Hij is jong en pro-Europa. In de Europese Unie waren ze dan ook dol op hem. Eindelijk leek er iets in Italië te gaan veranderen. Maar er veranderde uiteindelijk heel weinig. En er is nog maar een kwart van de Italianen dat iets ziet in centrum links. En dan heb je nog die derde politieke kracht in Italië. De Vijf Sterrenbeweging. Het is een jonge partij opgericht door komiek Beppe Grillo. Een protestpartij die niets te maken wil hebben met de klassieke partijen op links en rechts. En, nog belangrijker, weinig op heeft met de Europese Unie. En daar is de rest van Europa zo bang voor. Want Vijf Sterrenbeweging zou ook zomaar eens 1/3 van de zetels in de wacht kunnen slepen. Hoe dan ook, een regering zal heel lastig te vormen worden. Want geen van deze politieke krachten lijken met elkaar te willen samenwerken. Berlusconi zelf mag door zijn veroordeling tot 2019 niet zelf premier worden. Maar bij het vormen van een nieuwe regering heeft hij ongetwijfeld als vanouds weer een stevige vinger in de pap. Dovete fare una croce sul simbolo, naturalmente, di Forza Italia.